ik ben erg voor een verbod op politieke partijen die andere partijen willen verbieden natuurlijk. Hè? Want dat is een bij uitstek ondemocratisch medium. Nee, grapje. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Dat is natuurlijk geen goed voorstel om dat makkelijk te maken. Met steun van nieuwkomer Volt wil de regeringspartij D66 het makkelijker maken om een politieke partij te verbieden. We hebben D66 gevraagd om hun standpunt nader toe te lichten, maar geen antwoord op ons verzoek mogen ontvangen. Vandaag richten ze hun pijlen op de ene partij. Morgen kan het de SP zijn die ze willen verbieden. Uiteindelijk wil D66 iedereen verbieden behalve zichzelf. Hoe bedoel je politieke partijen verbieden? Ze zijn toch zelf politieke partij of niet? Ik ben lid van D66, dus dat vind ik perfect. Nou, tenzij ze heel extreem zijn in hun opvattingen misschien dan wel. Maar dan zou het denk ik nooit heel groot kunnen worden in Nederland. Ik vind dat we leven in een democratisch land. Iedereen moet de kans krijgen om zijn mening te uiten. Dus of dat D66 is, of VVD, of PSV, of zelfs Forum voor Democratie, geeft iedereen de kans. In een democratie moet iedereen mee kunnen doen aan de besluitvorming. One man, one vote. Elke burger is gelijk. Burgers hebben ook het recht om partijen op te richten, om te verenigen met elkaar. En op het moment dat je het mogelijk maakt dat één specifieke partij dat die verboden gaat worden, dan sluit je die mensen eigenlijk uit van de democratie. Je zet ze als het ware, ja, overdrachtelijk gezien, in een bepaalde gevangenis. Je zet ze apart. Ze mogen niet meer meedoen. Dat gaat helemaal in tegen de democratische gedachten.